Hoe was het examen? 6,5. Niet zo goed bij mij. Nee? Ik heb me ook niet eens afgekregen. Heel goed, makkie. Maar je weet het nooit. Vanmiddag starten ze met examen Nederlands. Nou, Nederlands moet iedereen doen, dus we starten vanmiddag met alle leerlingen. Het was een heel bijzonder jaar. Eerst hadden we natuurlijk vorig jaar al dat de leerlingen lange tijd niet op school zijn geweest. En nu na de vakantie zijn we weer gestart, gewoon met de hele school. Voor deze leerlingen van klas 4, die hebben eigenlijk het hele jaar gewoon les gehad in de sporthal. En ja, aan de ene kant is dat niet mooi, maar aan de andere kant hebben ze uiteindelijk wel een hele goede voorbereiding gehad. Nu voor het centraal examen, waar ze vanmiddag ook zitten. Ze komen wel allemaal tegen 1:30 binnen. Wij staan bij de deur en zorgen dat we afstand hebben. Ze moeten gelijk naar hun plaats gaan en ook gelijk gaan zitten. Nou, na het examen geven wij ook nog aan dat ze gelijk de school moeten verlaten en niet mogen blijven hangen om te overleggen over het examen. Het is wel lastig, want dat is in de regel gebeurt dat gewoon. Maar ja, ze moeten nu toch echt wel gelijk weer naar huis. En hoe ging het? Niet zo goed bij mij. Nee? Nee. Was een moeilijke dag gedacht? Ik vind bedrijfseconomie gewoon een lastig vak, dus ik denk dat het daardoor komt. Beter te doen dan ik had verwacht. Ik zie een lachend gezicht. Welk vak heb je gehad? Bedrijfseconomie. En het ging goed, denk ja, ik? Ja, tuurlijk, altijd. En van een schaal van 1 op 10, waarbij 1 heel makkelijk is en 10 heel moeilijk. Hoe was het examen? Een 6,5. Een 6. En voor jou? Ook een 6. 5,5. 5,5, oké. Okay. Ja. Het waren heel veel meer keuzevragen. Die vond ik heel lastig. Ja, het ging op zich wel, maar het was wel raar of zo. Ja? Ja. Wat was er raar aan? Nou, dat je het voor, ja, je doet het voor het eerst en het is toch voor het echt, zeg maar. Het is toch de laatste keer dat je zo'n toets maakt. We kunnen nu makkelijker slagen, maar voor mij is er niet heel veel veranderd of zo. Beetje half online les, maar dat maakt voor mij niet zoveel uit. En ga je het halen, denk je, dit jaar? Nou, op zich, door de versoepelingen denk ik dat de kans wel aardig aanwezig is. Maar ik denk dat de kans wel aardig groot is dat ik slaag. Maar dat komt gewoon omdat ik er nu aardig goed voor sta. Als we naar de andere vakken kijken, ga je het halen, denk je? Hakken over de sloot, misschien wel, misschien niet? Nou ja, we mogen een vak wegstrepen, dus dat ga ik denk ik wel halen. Maar als dat er niet was geweest, dan weet ik niet hoe het was geweest eigenlijk. Want dat vak wegstrepen, dat is een van de voordelen dankzij corona, ja, volgens mij. Ja, gelukkig wel. Anders dan was ik met Latijn niet geslaagd, nee. Al met al, viel het mee of viel het tegen? Viel mee.